Om het model te bouwen moeten de stukjes uit de plankjes worden gehaald. Het hulphoutje is daarbij handig en soms kun je met een onderlegger het er makkelijker uitdrukken. Er is weinig gereedschap nodig, schuurpapier en een kaarsje om met wax te werken, het hulphoutje en eventueel een schaar. Belangrijk is om de bewegende en draaiende onderdelen goed glad te hebben. Met schuurpapier en wax is dat goed te realiseren. Daarnaast is het handig om de onderdelen vaak te proberen en pas verder te gaan als je zeker weet dat het soepel werkt. Op de pagina's staan symbolen om aan te geven waar je extra op moet letten. Deze betekent schuren, waxen, maak het glad. Bij het uitroepteken moet je extra goed opletten op montage of richting van het onderdeel. De tandwieltjes laten zien dat het onderdeel goed moet kunnen bewegen. Een enkele keer moet er gemeten worden, zodat de elastieken op de juiste plek kunnen worden geknipt. Er zijn ook reserveonderdeeltjes opgenomen op de plankjes, dus mocht het misgaan kun je daar eerst eens naar kijken. Het is handig om regelmatig vooruit te kijken om te zien wat de onderdelen straks op de volgende bladzijde gaan doen en hoe ze tegen elkaar worden gemonteerd. De film volgt gewoon het handboekje, maar is wel een versnelde weergave. Veel succes met bouwen! We beginnen met de pedaal. Die bestaat uit een aantal onderdeeltjes die er op de juiste manier en in de juiste richting opgezet moeten worden. De rondjes moeten even geschuurd en glad gemaakt worden. We komen straks in een ringetje te draaien. En ook het ovaal moet aan de binnenkant even glad gemaakt worden. Een plankje met wat onderdeeltjes. En daar komt dan de lange plank op. De vork die straks het elastiek gaat leiden bestaat uit een paar stukjes die stevig in elkaar gedrukt moeten worden. En dan ga daar een geleidesysteem maken. Let erbij op de juiste richting, zodat ze er precies in passen. De vork komt eraan en dan aan de andere kant ook een geleidesysteem met het vormpje daar precies in passen en een borgring eroverheen. Het moet soepel kunnen bewegen. Het geheel moet gemonteerd worden aan het buitenwerk. Even zoeken naar de juiste verbindingen dat alle nokjes de juiste plek hebben. En dan moet het stevig worden aangedrukt. En steeds even controleren of het inderdaad nog soepel loopt. Een plankje erop waar precies het rondje in past. Een paar verbindingsnokjes. En dan gaan we aan het bouwen met de eerste konus. Het past maar op één manier erin. Zes onderdeeltjes die er op hetzelfde manier ingezet moeten worden. En dan nog vier andere die daartussen geplaatst moeten zijn. Het geheel moet vastgehouden worden door een plaatje daarbovenop. Dus even zoeken naar dat er wat verbinding is. En dat ze echt even puzzelen en geduld om ze op de juiste plek te krijgen om het vervolgens stevig aan te duwen. Er komen twee lange onderdelen in. Daarbij is het zaak om even op te letten
dat de lange kant in dit geval aan de kleine kant is van het wieltje. Nog wieltjes erop, die komen straks ook te draaien, moeten dat soepel kunnen natuurlijk. En dan kan de eerste konus erop gezet worden met eerst een tussenringetje en een borgring. We gaan nogmaals een konus maken. En ook hier weer puzzelen met de afdekring. Ook hier de lange stokken erdoor. En in dit geval moet erop gelet worden dat het lange uitsteeksel komt aan de kant van het grote wiel. Ook hier de ringetjes. En dan kan die naast de eerder geplaatste konus. In dit geval komt er een tandwieltje en een afdekringetje. En het is vanzelfsprekend dat aan de ene kant het grote wiel en aan de andere kant het kleine wiel zit. Maken een asje waar een tandwiel op moet komen te lopen. Onderdeeltjes stevig in elkaar. En dan kunnen ze eerst door het tandwiel stevig aandrukken. Moet er helemaal in passen. En dan komt het wieltje eroverheen. Het wieltje moet goed geschuurd en gewakt zijn. Want dat moet kunnen draaien daar in de opening. Twee vormen eroverheen. Even checken of het nog goed kan draaien daarna. De slinger moet gemaakt worden ook met verschillende onderdelen. Past goed in elkaar, maar vereist soms even wat kracht om het goed vast te zetten. Een aantal ringen eroverheen, ook die moeten weer geschuurd zijn. Want dan komen daar de grote ringen omheen en die moeten vrij kunnen draaien. Tot slot een afdekstukje en even checken of het inderdaad soepeltjes draait. De hendel kan vastgemaakt worden, moet soepel kunnen draaien en dan komt er een borgpennetje in, zodat hij er ook niet meer af kan. Je kunt niet vaak genoeg proberen. Dit systeem moet vastgemaakt worden via de nokjes, maar daarbij moet natuurlijk ook opgelet worden dat de tandwieltjes goed op elkaar aansluiten. Twee verbindingsstukjes die daar precies in passen. En dan wordt het al een stevig geheel. Het elastiek komt om de beide konussen heen en moet dan in die vork worden gefrunnikt. En dan is het natuurlijk zaak om het elastiek er recht overheen te hebben. De tweede zijkant kan erop geplaatst worden. Dan moet wat kracht gebruikt worden om het elastiek uit te buigen. En dan moet de
verbindingstukjes eerst even goed op hun plek zitten en dan stevig aangedrukt. Zorg ervoor dat de asjes op de juiste plekken komen. Dan kan weer een afdekplaatje op. Een draaisysteem. Daar komt het tweede wiel overheen. Met een paar kleine borgpennetjes erin. En dan kan die aan de zijkant worden vastgezet. En weer even checken of het allemaal functioneert. Er moet een verbindingsplankje worden gemaakt. Bestaat uit een paar onderdelen. Onder andere om het straks te kunnen verbinden. Pas daar als het goed is precies op de eerder geplaatste stukjes. En natuurlijk over het asje heen. Aan de onderkant daar schuin onderdoor een tweede plankje. Er komt nog een plankje rechtop staan, moet even goed op de richting worden gelet, dat het op de juiste plek komt. En dan komt daar nog een liggende overheen. Dus even zoeken naar wat de beste manier is om het te verbinden. Het moet op 3 punten worden vastgezet. En als het allemaal is gelukt, dan komt er aan de andere kant ook nog een verbindingsstukje. Waardoor het helemaal een stevig model wordt. Om te zorgen dat het model ook op een gladde vloer stevig blijft staan, moet er met kleine stukjes breed elastiek pootjes worden gemaakt. Elastiek kan er omheen worden gevouwen en dan kunnen daar de onderdeeltjes overheen worden geduwd. Het kan niet meer gemakkelijk schuiven nu. Het functioneert zoals het zou moeten. Er moet alleen nog een elastiekje worden gemaakt. Dat moet eerst dubbel gevouwen door de twee rondjes. En vervolgens met behulp van het haakje vastgemaakt aan de zijkant. Waardoor de pedaal ook teruggetrokken wordt door het elastiek. Het geheel is klaar. De werking kun je ook zien in de AR-app voor de telefoon. Daarmee moet je wat experimenteren om alles goed te kunnen zien. Maar het is de moeite waard om het even te proberen. Hierna volgt nog de uitleg om te laten zien hoe het model functioneert en waar het vandaan komt. Ik hoop dat je er veel plezier aan hebt.